Een tijdje geleden al had verteld via Instagram, heb ik nieuwe kleding gekregen voor de Revolution Race. Een jas en een broek. Ik heb de broek gekozen omdat die super stretch is, dus heel erg bewegelijk. Super handig voor tijdens vissen en andere outdoor praktijken. Dus dat is die. De jas, dat is de Cyclone jas. Deze is tot 15.000 mm waterdicht. Heeft een hele hoge kraag met een goede capuchon. Dus dat is erg fijn voor als het een keer slecht weer is. En bovenal met een klein windje, temperaturen die naar beneden gaan, is deze jas gewoon echt helemaal super om te gebruiken. Bestel wel een maatje groter dan wat je normaal hebt. Want dan heb je gewoon lekker de bewegingsvrijheid om zeker met vissen gewoon lekker je worpjes te doen. Dus dat is top. Nou, je kan er eventueel ook een skijas gebruiken. Zit hier aan de zijkant zit een klein vakje voor eventueel je skipas. Dus dat is super handig. Zit hier twee hele grote vakken aan de zijkant waar heel veel in kan. En aan de binnenkant, of hier aan de voorkant, heb je nog een klein vakje waar je bijvoorbeeld je telefoon kan doen. En aan de binnenkant heb je ook nog een vak aan de zijkant waar je ook nog wat kwijt kan. Dus dat is een super allround jas die je zeker voor het vissen en andere outdoor activiteiten prima kunt gebruiken. Dus tot 15.000 mm waterdicht. Dus dat is natuurlijk super lekker. Het is een heel licht jackie, hij is niet zwaar. Dus je kan hem prima de hele dag dragen zonder dat je denkt van ik heb wat aan. Dus ik zal onder de beschrijving precies de type van de jas en van de broek toevoegen. Er volgt ook een kortingscode die je kunt gebruiken als je ook interesse hebt in eventueel een broek of een jas. Die kortingscode staat ook in de beschrijving en die kun je gebruiken voor een aantal percentage korting. Dus mocht je dat vinden, kijk dan even op de site en misschien heb je over een tijdje ook deze kleding. We gaan vandaag weer lekker een dagje vissen. We gaan vissen op snoek. We gaan trollend vissen met groot rubber. De afgelopen keren was het erg goed, dus dat gaan we vandaag gewoon weer proberen. Het is op dit moment nog erg mistig, dus we wachten heel even vlak bij de helling tot we wat meer zicht hebben. Veiligheid gaat wel voorop. Ik bedoel, je weet natuurlijk nooit wat je op het water tegenkomt. We gaan, zoals ik al zei, trollen met groot rubber. Dat gaan we doen met twee hengels. We gebruiken daarvoor ook planerboards. Planerboards zijn ideale plankjes om wat verder van je boot weg te vissen. Ik heb het al vaker uitgelegd in mijn filmpjes. Super handig om bijvoorbeeld aan de kant over wat ondiepe water heen te trollen. Het water verstoor je daardoor niet, omdat het plankje in principe geen geluid maakt. Dus het kan super effectief zijn om meerdere wateren af te vissen. Dus dat gaan we zeker vandaag weer inzetten. Nou, de hengels die we gebruiken zijn van Savage Gear, de Custom Predator. Die heb je in drie variaties, in de 100, in de 170 en de 240 gram. Ik heb de 100 grammer. Ik vind het persoonlijk heel fijn dat de hengel wat topactie heeft. We merken daardoor toch dat die snoeken met de aanbeet, dat die toch de klappen van de hengel, die vangen toch dat op, zeg maar. Dus dan heb je eigenlijk weinig losses. Ik vis deze hengel met in combinatie met een Komodo, Okuma Komodo SS. Fijne ratel zit erop, wat voor mij een absolute meerwaarde is om met deze reel te vissen. Je ziet wel eens dat we een aanbid krijgen dat we net de andere kant op zitten te kijken. En dat die ratel dus eigenlijk je alarmeert dat er wat aan de hand is. Dus dat vind ik super fijn.
Ik heb er een 2500ste of 3000ste gevlochten lijn op zitten. Dunner zou het niet gaan. Dat is zeker wel minimum wat je nodig hebt. Zeker met het grote rubber wat je gebruikt. Dat is toch best wel zwaar. De aanbeet die komt, er komt ook heel veel kracht bij kijken. Dus vis niet te dun. Dus 25 of zeker wel 3000ste heb je nodig voor deze visserij. Vandaag naast het rubber gaan we ook een hardbait inzetten. Een grote swimbait. Ik ga hem er even bij pakken. Deze is gemaakt door Smikkermans Baits, door Peter. Deze heeft deze Fire Tiger voor mij gemaakt. Het is een T-bone, Smikkermans T-bone. Dus om en bij 28 centimeter. Het gewicht weet ik even niet uit mijn hoofd, maar ja, hij is best wel looig. Ook die gaan we vandaag inzetten om te kijken of we er mooi snoep kunnen vangen. Dus ik ben erg benieuwd, ik vind hem super gaaf gelukt. Mooie contrastkleur erop. Echt heel vet gemaakt. Dus ja, we gaan gewoon kijken of deze vandaag mooie vis op wil leveren. Dus ook dat ga ik laten zien. Nou, verder het grote rubber. Ik heb nog twee andere kleuren van hem. Een roach en een goudvis. Dus die gaan we zeker vandaag gaan we zeker vandaag testen. Laten zwemmen. Nou, zoals we vaker gebruiken. Grote roach, grote trout. Dit zijn de 30 centimeter trouts. We hebben hier nog een 25 centimeter trout voor wat... ja, voor als je wat wil downsizen. Nee, je ziet welke kleuren een beetje favoriet zijn op dit moment. De felle kleuren zijn veruit favoriet. We hebben van de nieuwe serie trout. Heb je de lemon trout. Super vette kleur. Die is er alleen wel in moderate sink. Dus waar de lijn aan de bovenkant eruit komt. Dus die zwemt wat dieper, houd daar rekening mee. Wij gebruiken deze eigenlijk in combinatie met planerboard. Omdat je dan met een paar meter lijn achter je planerboard kan zorgen dat hij niet dieper kan lopen. Dus dan kan je hem ook effectief op het ondiepe gebruiken. Dus dat is dat. En dan hebben we het uiteraard de grote roaches, 32 centimeter. Ja, dat werkt gewoon super. Deze kleur. We hebben nog een andere groene kleur. En we hebben ook nog de nieuwe Fire Tigers 4D kleur. Ja, dat zijn een beetje de kleuren die we op dit moment gebruiken. Die werken gewoon super goed. Dus ja, we gaan kijken of ze vandaag weer net zo goed zijn als de vorige keer. Ik zei het, hè? Ja, je ik zei het ervoor. Erop en ik krijg een aanbeet en hij is gewoon 1,10 meter. Het is echt een mooie vis. Ja, kom maar, jongen. Het is echt wel goed volgevreten, hoor. Ja. Kijk, joh. Het gaat voor die aansvissen gewoon zitten. Dat gaan ze niet doen. Ja, dit is genieten. Lekker al, pam. Oh, hard werken. Kind. 1-10. Hele ochtend nog niks. Nee. 1 aanbeetje. En ja. We komen hier op diepe stukken in. En ik zeg voor de grap, dikke 1-10 erop. En nou ja, 10 seconden later krijg ik een aanbeet. Ja. Was geen harde 10. Aanbeet? Nee, ik had mijn slip nog open. Dus het ging allemaal net goed. Top. Boxie. Gaan door, hoor. Pam. Boom. Een bochtje, hè? Ik had hem net gewisseld van de plenen naar de hand, de steunengel.
goeie of niet? Ja, zo voelt het wel, maar... Mooi kop. Nou. Ja, ik heb hem maar lekker af. Lekker. Ja. Het is hard werk. Jongens, 32 centimeter hè, roach. Ding is echt goud waard. Dus ja, komt ie jongens. Op de kijk. Maar het is gewoon een fijne vis hoor. Mooi vis. Nou mensen, mooi vis. Gaan we veilig terugzetten. Gaat. Heel rustig weg. Niks meer aan doen, hè? Lekker al. Bam. Ik dacht dat hij kleiner was dan die van net, maar hij is dunner die van, dan die vorige. Zo vind je de hele tijd geen vis en ineens binnen 10 minuten 92'ers. Zo zie je maar. Nou, we gaan deze snel terugzetten. Even kijken of hij een beetje op krachten komt, maar ik denk het wel eigenlijk. Super sterk gevecht geleverd. Altijd even goed ondersteunen, dat is echt belangrijk. Je voelt er zelf wel wanneer die vis weer een beetje op krachten komt. En daar gaat ze. Heel rustig naar beneden. Even aan het bijkomen van die paar tanden. Een paar haken. En door. Lekker ouwe. Goh. Nou mensen, er is weer een einde gekomen aan deze visdag. We hebben een lekker dagje gevist. We hebben er uiteindelijk 5 kunnen vangen. Grote 1,10 meter voor Jesse. Dus dat was echt een topvis. Heerlijk om de beloning binnenboord te krijgen. We hadden de vis al een keer verspeeld. En ja, nu kwam uiteindelijk op de juiste plek, de juiste tijd. En het was bingo, dus helemaal top. Ik had zelf 2 mooie vissen van 90 plus. Dus ja, dat was super. Helemaal lekker gevist. Was lekker weer, misschien wel iets te mooi, maar goed, ja, dat heb je vooraf niet voor te zeggen. Dus we hebben uiteindelijk 5 stroeken kunnen vangen, dus we zijn niet voor niks weg geweest. En zoals ik al zei, een mooi bonusvis van 1,10 voor Jesse, dus dat is helemaal super. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je het nou leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan even. En als je nog vragen hebt, laat dan gerust je vragen achter onder de video. Dan zal ik altijd even reageren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later!